Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. De kindjes hebben allemaal een flesje gehad. Jordi is zijn oren al gedruppeld. Niels is werken natuurlijk. Liam is aan het spelen. Heb jij daar frietjes? Liam, kom je frietjes laten zien. Nope, hij komt ze niet laten zien. Hij heeft frietjes in zijn hand. Hier heb ik zijn keukentje staan. En dit keukentje is van mij geweest vroeger. Dus hij is, ik denk, bekend 30 jaar oud. Ja, en daar is hij mee aan het spelen. Leuk, hè? En al die spulletjes die erbij staan, dat is ook bekend 30 jaar oud. We hebben die schoongemaakt gisteren. Dat is zo grappig om te zien hoe die ermee speelt. Maar Liam is aan de betere hand. Sam is ook enigszins aan de betere hand. Jordi is ook wel aan de betere hand. Maar ja, hij heeft die oorontsteking natuurlijk. Ja! Kom hier met je handje. En hij is hier aan het heen en weer wippen. Hij is helemaal gelukkig. Maar omdat hij dus die oorontsteking heeft, kan hij nog steeds niet naar school. Want er moet gedruppeld worden. Op dit moment ligt Liam op bed. Hij heeft twee boterhammen op. Hij wou nog een boterham. Na zijn ene boterham. Die heeft hij ook gewoon gehad. En die heeft genoeg gedronken. Ligt op bed. Jordi krijgt nou zijn drinken. Hij heeft ook twee boterhammen op. Dus ik ben trotse mama. Lekker gegeten. Nu lekker drinken. En dan draag ik ze lui even schoon. En dan leg ik hem ook even op bed. Dan ga ik Sam even doen. En vanmiddag krijgen wij wel zorg op bezoek. Of ja, ik krijg wel zorg op bezoek. Want we gaan de hulpmiddelen even bekijken wat mogelijk is. En hoe en wat. Dus dat gaan we doen. En ja, dat is eigenlijk hoe het nu zit en gaat. Hij heeft zijn flesje op. Lekker was die, hè, jongen. Ik heb Boomba Express nog op de achtergrond aanstaan. Zodat hij in ieder geval het geluid hoort. Maar hij is op, hè. Ja, hij is gewoon helemaal op. En weg is hij. Hij gaat weer naar zijn treintje toe. Dat is niet de bedoeling, want ik ga ze luien doen. Ik ben even gefascineerd. Kindjes zijn alweer wakker. Tenminste, Jordi heeft helemaal niet geslapen. Die wilde niet slapen. Prima, dan slaapt hij niet. Zo dadelijk komen ze van de welzorg. Oh, namen. En ik had mijn wasmanden leeg. Oh, wacht. Ga ik even goed filmen. Mijn wasmanden helemaal leeg. Maar ja, hè. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Hoppakee. Ook dat blijft gewoon doorgaan. Dus ja. Dan heb je alles gefatsoeneerd. En je blijft maar bezig. Waar ik ook nog stofzuigen aan dweilen. Maar dat is me niet gelukt. Aangezien ik een kind had die mij tegenwerkte. De welzorg is geweest. Super vent. Ik zeg tegen hem, dit en dit en dit heb ik nodig. Zo en zo wil ik het. Geen probleem. Niet te veel poespas. Het is geregeld. De buggy en de autostoel. Die hadden ze waarschijnlijk op voorraad, maar dan ging hij me nog laten weten. En voor die autostoel moet ik dan ook naar een speciaal bedrijf die dan speciale spanbanden in mijn auto zetten. En die buggy, dat wordt dan gewoon geregeld. De aankleedtafel, of je verzorgingstafel, die moet besteld worden. Dus die gaat wel langer duren. Ik kon hem ook geen tijd voor geven, maar daar zei ik ook al. Ik zeg, ja, boeit me niet. Wacht al even, dus maakt dat even ook niks meer uit. Als ik hem uiteindelijk maar gewoon kan verzorgen zoals het moet. Dus dat is ook geregeld. Dat is allemaal geen probleem. Alles was binnen een kwartier geregeld. Dus ja, helemaal goed. Ze hebben Jordi opgemeten. En gelukkig had Jordi al een stoel. Zijn zitstoel, zijn eetstoel.
daar kon hij het een beetje in afleiden. Dus hij kon precies zien en hoe en wat. Dus mooi. Perfect. Ik heb geen klachten. Helemaal niet. Ik ben hartstikke blij. Die man die zei ook van... zo en zo en zo. Doen we zo en zo. Dat is geen probleem. Zo en zo. Oké, is goed. Prima. Ik heb niet veel eisen. Ik wil bijvoorbeeld bij de buggy dat hij een stang voor heeft. Zodat hij in ieder geval die veiligheid en geborgenheid heeft. Want ik merk dat hij dat prettig vindt. Nou, ze zit erin. Bij de autostoel. Hij zit altijd achter mij en Niels. Nou, prima. Ook goed. Alles is geregeld. Dus, ja. En nou ben ik eten aan het koken. Dit zijn ongepaneerde schnitzels. Dit is een tandenborstel die ik voor schoonmaken gebruik. Die ligt daar nog. En we eten daarbij gekookte aardappels en broccoli. Dus dat is wat we eten. En ik denk de champignonsaus of jus. Maar dat weet ik nog niet. Laat me even bedenken. Dan heb ik het eten bijna klaar. Het staat nog in de stomer. Bijna klaar. En Liam ligt er ook lekker bij. Maar dan krijg je er dus van als je niet wil slapen. Hey Joefie. Ja. Dan krijg je ervan, hè. Niels is heel eventjes naar een vriend toe. Eventjes hem helpen met iets. En Liam die werd wakker van het hoest. En ik moest hem heel klein beetje overgeven. Van het hoesten. Niet omdat hij ziek is. Maar echt van het hoesten. Gewoon het echte... Ja, ik heb er ook een beetje last van. Ik kan er ook niks aan doen. Dus ja. Hij heeft even wat chippies. En drinken. Dus hij is nou eventjes... hè. En Jordi ligt op bed. Is nog wakker. Sam slaapt. Maar hij lag ook gewoon te slapen hoor. Maar hij werd gewoon wakker. Nou prima. Dan is dat zo. Beter dit. En dat ik zijn kot zeg maar op de juiste plek heb kunnen laten gooien. Als dat ik een heel bed moet verschonen. Dat dan weer wel. Maar ik ga heel eventjes flesjes afwassen. En dat soort dingen allemaal. En ja, dingetjes doen die je mama doet. En ja, proberen om daar nog wat te editen en te doen. Want ja, ik heb een video geëdit. Maar die is... 45 minuten of zo, dus die moet ik even in tweeën delen. Nou ja, in ieder geval, hè, dat dus. En ja. Hier opruimen. En als het me lukt, even stofzuigen en dweilen. Een hele goede morgen. Deze rat, die heeft heel de nacht ons geëtterd. Ik denk dat hij last heeft van zijn tandjes. Het eerste had hij een hele zure poephoek. En daarna had hij buikpijn. Heeft hij een flesje toch nog gehad. En is hij uiteindelijk wel in slaap gevallen. Maar ja, hè. Tegen die tijd dat gebeurt. Dat is alweer te laat. En nou. Heeft hij net zijn fles gehad. Alle kindjes hebben een fles gehad. En Niels weer werken. Blijven we even... Ja. Ik doe mama niet uit te kleden, jongen. Hij ligt lekker op mijn huid. En dat is fijn voor een kindje. Dus huid op huid contact. En dat is prettig. Ja, dat is fijn, hè. Oh, jezus. Nee, dat gaan we niet doen. Dat kan mama jou niet houden. Mama heeft veel last van een slijmbeursontsteking. Ja. Wil je lekker gaan spelen? Net zoals je broers doen? Ja? Oké, dan gaan we spelen. Liam ging heel demonstratief op zijn stoel zitten. Met andere woorden, mama, ik moet voedsel. Nou, dan krijgt hij dat ook. Als hij dat wil, krijgt hij eten. Lekker boterhammetje met appelstroop.
En hier moet ik even Jordi gaan redden. Ik probeer even iets grappigs te filmen, maar ik weet niet of hij het gaat doen. Heb jij daar een leeuw? Heb jij hier een leeuw? Nee. Een hele gevaarlijke leeuw. En wat doet een leeuw? Een leeuw doet... Wauw! Oh. Is niks aan de hand. Is niks aan de hand. Je struikelt over je voeten. Maar we hebben het over die leeuw, hè? Wat doet die leeuw? Wauw! Dat doet de leeuw, hè? Een leeuw doet... Ja! Een leeuw doet... We gaan zo brood eten. Maar meneertje is aan het spelen met Joefie. Maar Joefie zit daar, want die vreet het brood op. Zo schattig hoe ze samen spelen. Hij gaat nou weer terug. We gaan even brood smeren, dan kunnen ze daar lekker slapen. Lekker even een boterhammetje happen. Jordi ook. Sam ligt nog te slapen. Die heeft vannacht zo gespookt dat hij gewoon moe is. Dus die is nu aan het slapen. Dan krijgt hij straks gewoon een fles. Slaan we het boterhammetje een keer over. Gisteren wou hij ook al geen brood. En dan gaan we vanaf morgen weer een beetje werken aan een normaal ritme hier. Want... Een goede middag. Laat het goede er maar af, blijkbaar. Ik ben het maag. Het is de mama maag. Wie had je dan verwacht? Och, is het weer zover? Hij geeft kikken. Je hoeft niet zo vuil te doen tegen mama. Hey. Mama jou eruit halen? Mama jou uit bedje halen? Oh, hij is een beetje boos. Ik denk een ochtendhumeur. Oh nee, middaghumeur. Ik ga hem gewoon naar bed halen en we zien het wel. En toen had ik hem naar bed gehaald. En hij is wel weer een beetje vrolijker, maar nog niet zo heel vrolijk. Van wie zou je dit toch hebben? Niet van papa, want papa die is altijd heel vrolijk 's morgens. En je moeder is altijd ook heel vrolijk 's morgens. Kijk, Joefie is gek aan het doen. Oeh, Joefie is gek. Zie je dat? Zo. Zie je dat? Joefie is helemaal gek aan het doen. Oh, mama deze even aanzetten. Ja? Oké. Ga ik je broer wakker maken. Ja? Jordi wakker maken? Laten we dan maar niet bij Jordi doen, want die is nog een tikkeltje erger. Jordi is ook alweer wakker. Gezellig. Ja. Hij is vrij vrolijk, moet ik zeggen, dus dat is goed. Had straks wel, toen ik hem naar bed bracht, dat hij even oorpijnklachten aangaf.
Maar voor nu... Nou, dadelijk heel eventjes wat drinken alsjeblieft. Hier heb je je drink al. Dankjewel mama. En ik ga even een Sam-fles maken. En dan doe ik Jordi eventjes. Dan ga ik eten maken. Want we eten iets met rode saus. Daar heb ik zin in. De kindjes liggen in bed. Zijn lekker gedoucht en alles. En Jordi heeft ook zijn druppels en weet ik het allemaal wel niet gehad. En die Niels ligt nu even bij Jordi om te kijken of dat hij mijn slaap krijgt. Ik ga zo dadelijk hier aan de gang. Ik heb ook lekker met de jongens gedoucht. En ga ik hier even opruimen en zorgen dat de boel weer gefatsoeneerd is. En dan hoop ik dat het rustig is en een rustig avondje wordt. En ja, morgen zien we wel weer verder. Een hele goede morgen. Ik heb Liam al klaar voor schooltje. Sam moet ik alleen nog even sokken aandoen. Jordi ga ik nu omkleden. En Jordi blijft ook thuis. Maar Liam die is er echt aan toe om even naar school te gaan. Dus dat gaan we ook doen. Hij heeft vandaag ook nog gelijk foto's maken. Dus ja. Maar kijk, je kan gewoon zien dat hij gewoon 2 maten kwijt is in zijn broek. Hij zit zo wijd. En dat was de smalste broek die ik nu had. Dus. Ja, ik ga Jordi klaarmaken. Schoenen aandoen. Alles. En dan Liam naar school brengen. Liam naar school gebracht. Kindjes alweer fruitje gegeven. Nou mag ik zo de kindjes weer klaar gaan maken. En ja, dat dus. En ik heb, ben naar de winkel geweest. Zal ik straks eventjes allemaal laten zien. Als ik Liam heb opgehaald. En alles een beetje in zijn nest heb liggen. Want ja, hè. Ik moet hem alweer gaan halen. Dus ik ga eventjes gewoon mijn schoenen aandoen. Jordi en Sam weer klaarmaken. Waarom rooi je dan nou weer op de grond? Was daar nou weer goed voor? Ik heb Sam alweer 2 keer om moeten kleden. Dus het kind heeft echt tandjespoep. Hij is niet aan de diarree of zo, maar het is echt tandjespoep. En die poep, dat is vieze poep. Dat wil je niet ruiken, dat wil je niet zien. Maar ja, ik zit er nou eenmaal mee. En we hebben Liam weer opgehaald. Lekker een kaasstengeltje gehaald. Die eten Jordi en Liam nu. Sam die is lekker aan het chillen met zijn billen. En ja, dan gaan we gewoon naar huis. We gaan onderweg eten en thuis drinken. Oké. Gezellig. Dit is niet om Jordi voor gek te zetten hoor. Maar hij lijkt zo toch net op Doki. Waar ligt een aan de kant. Hè? Van Sneeuwwitje, hè? Ja, gaan we je jas uit doen. Oké. Hij denkt, mama, ga weg. Ik vind het niet meer grappig. Ik noemde hem al een paar keer Doki. Iedereen ligt lekker in bed. Ik ben even een beetje aan het opruimen. Ik ga zo dadelijk even eten. Maar ik heb lekker zo'n focaccia broodje voor in de oven. Dus die ga ik zo even afpakken. Ik heb nou de oven die ik aan het warm maken ben. Maar wat ik gekocht heb. S'nachts merken we dat Sam qua maat luiers. Dat de luiers gewoon iets te klein worden. Dus we maken nummer 4 luiers op. 4 plus. En die 4 plus, die past die overdag nog gewoon prima. Maar we gaan overstappen naar 5. Want ja, dat past hem gewoon beter. En voor Liam hebben we 5 plus. Dus ik heb nummer 5 plus en 5 gehaald. En omdat de kinderen ook zulke kapotte kontjes hebben, heb ik ook droge washandjes gehaald. Want die hadden ze hier nog 2 dozen. En ja, ik dacht gewoon bij mijn eigen van, ja dan heb ik ze in ieder geval op voorraad. Want ik gebruik ze altijd als ze kapotte kont hebben. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus die ga ik even opruimen. Sorry voor het slechte filmen hoor, maar ik, ja. Ik heb natuurlijk voeding gehaald. En ik heb pap gehaald, want Jordi krijgt altijd pap, vaak wel gemengd met gewone melk hoor, dus ja, dat in ieder geval.
En ik heb aan allebei de schouders weer slijmbeursontstekingen zitten. Dus ik ben echt even... Ik ben bij de apotheek geweest voor medicijnen van Jordi op te halen. Want dat is wel belangrijk om dat te blijven gebruiken. En sinaaspril, ook belangrijk. Moet ik altijd op voorraad hebben in ieder geval. Dan hebben we macrogolpoeder voor Jordi. En de erythrocine. Ik hou het adres weg. Want dat is niet nodig dat iedereen dat ziet. Ik vind jullie allemaal even lief hoor. Maar ik heb er geen zin in dat iedereen aan mijn deur staat. Want het is gewoon... Oké, ik film heel veel van mezelf. Maar toch is dit een beetje privé. Nou. Zo. En dan heb ik... bij de kruidvat... ook nog deze gehaald voor aan mijn cirkels dadelijk met kerst. Vind ik wel leuk. En ik heb er nog eentje. Ik vind het leuk. En ik heb ook nog Sinterklaas gehaald. Wat ik vorig jaar ook heb gedaan is een Sinterklaasboom gemaakt. Ja, als die grijze dakduif in Nederland komt, dan komt er weer een boompje. En ik heb eventjes ander inpakpapier erbij gehaald nog. Want ik moet nog eventjes een paar kleine doosjes even inpakken voor aan mijn boompje. Dit kan even naar boven toe. Deze ook. Ik ga dat pas doen als die grijze dakduif in Nederland is. Dan heb ik scheermesjes gehaald. Ja, want ik ben ook nog even bij de Action geweest. Want ja, dat zit bij ons allemaal in de buurt. Aangezien ik 3 kinderen heb waar ik achteraan moet rennen. Betekent dat ook dat mijn kont kleiner wordt. En omdat mijn kont kleiner wordt, heb ik te grote boxershorts. Of ja, ik noem het boxershorts. Ja, het zijn boxershorts. Ik heb altijd boxershorts aan van de Action. Deze hebben ze daar altijd. En deze waren nou ook in de aanbieding vanaf vandaag. Dus ik heb boxershorts gekocht. Want deze mama moet wel iets aan de grond hebben wat past. En niet dat van de kont afzakt. En dat begint er nou steeds meer te doen. Dus ik, ik heb gewoon geen kont. Ik had eerst een beetje kont en nu heb ik gewoon geen kont. Dus ja. En ze hadden ook... van die onesies in de aanbieding. En die heb ik ook 2 gehaald. Eentje van Snoopy en eentje van Mimi. En de reden daarvan is... dadelijk in de winter, als ik de kindjes naar school moet brengen... ja, dan heb ik natuurlijk geen zin om mijn eigen continu altijd aan te kleden. En dat zit gewoon lekker, vind ik. Dus die ga ik even aanpassen. En kijken of ze passen. En dan laat ik het zo zien. Nou, dit is diegene van Snoopy. Ik ga het... dit is diegene van Snoopy. Zit lekker. Zit lekker, lekker, lekker. En dan is het niet strak. Zit gewoon lekker ruim. Dus dit is een toppetje. En deze mini onesie past ook lekker. Kan ik lekker gewoon even gauw iets aanschieten als ik de kinderen naar school breng. En ik vind het ook nog lekker zitten ook. Ik heb er gewoon echt schijt aan hoor. Ik vind gewoon, de kinderen, zolang die er maar goed uitzien, mag mama er gewoon als een slons uitzien. Oké, is niet helemaal zo natuurlijk. Maar iedereen weet wie mama is. En ze hebben 1, 2 of 3, 4, 5, 6, 7, 10 kinderen. Je liever hebt dat je kinderen er fatsoenlijk uitziet en dat jij als een slons bijloopt. Maar wel dat het comfortabel zit. Dat is. Ik ga even eten. Soms heb je gewoon van die momenten. En dan heb je gewoon daar zin in. Ik heb zin om cake te maken. Dus ik ben een appelkaneelcake aan het maken. Het staat nu in de oven. En ik heb mijn
eten ook al opstaan. We eten boerenkool met worst. Dus dat is ook weer aan de kook. De kinderen slapen nog. Ik ga even de keuken opruimen. En ja, dat dus. Ik heb die slijmbeursontsteking. Oh, mother. Ja, pijnlijk kan ik je vertellen. Mijn appelkaneelcake is klaar. Ik heb er een tulband van gemaakt. En met storten was hij iets op de rand gegaan. Dus als hij dadelijk afgekoeld is, kan ik hem in het midden zetten. Mijn worstjes met jus is klaar. En mijn boerenkool is klaar. Vaatwassertje aan. En alle drie de kinderen zijn tegelijk wakker. Dus ik ga ze alle drie even naar beneden halen. Hey Sammy. Hi, ben jij wakker? Mama had jou in bed gelegd, hè? Ja. Hallo. Ben je wakker? Goedemiddag. Heb je lekker geslapen, schat? Hè? Hi. Nou, en dat is 2. En onze Jordi is ook wakker. Hi Jordi. Hey, grote vent. Had je lekker geslapen? Je hebt wel even geslapen jij, hè? Ja. Jippie, kun je lachen? Daar ben ik blij om. Zullen we naar beneden gaan en je luiertje doen? Ja? Goedemiddag. Kusje? Mag mama een kusje? Dank. Nou, ik ga hem even naar beneden doen. Luier doen. En iedereen even eten en drinken geven. Ja. Papa, we hebben daar een interview, hè? Ja. Waarover? Even de schoolkrant van Jordi. Ja. Ja, het is schoolkrant van de organisatie waar Jordi bij zit. En hoe doen we dat? In ons kloffie waar we ons lekker in voelen. Ik heb mijn nieuwe onesie aan. Zit lekker. Jordi die is daar, want die heeft zijn pyjama al aan. Die heeft zijn fles al gehad en alles. Die gaat eigenlijk naar bed. En Niels heeft lekker zijn joggingpakje aan. En gewoon lekker relaxed. En dan doe je gewoon het beste op die manier. Foto hebben we toch al gehad, dus die hoef ik niet meer te hebben. We hebben het interview gehad, hè Niels? Ja. Morgen krijgen we de eerste draft. En dan moeten we zeggen wat we ervan vinden. En ja, dan wordt die een keer gepubliceerd, toch? Ja, in de Cello brengt 2 keer per jaar een magazine uit. Ja. Maar even iets anders. Ik had straks cake gemaakt, hè? Hoe smaakte die, papa? Ja, was lekker. Ja, hè? Sam is nog wakker, maar daar komt hij lag te slapen, maar hij is wakker geworden. Dus ja, dan zitten we gewoon even met een wakker kind. En Jordi is ook nog wakker. Ja, papa gaat jou in bed leggen. Oh-oh. Mama heeft een ruik of niet poept, hè? Nee, ik ruik niks. Maar meestal is het dan echt... negatief. Ja. Als mama iets ruikt, als ik al twijfel, dan zit er meestal wel iets in. Wat ruikt nou nog eens, want te laat een scheet. Serieus? Nee, serieus? Dat is een scheetje. Ja. Daar kan ik ook niks aan doen. In ieder geval, ik geef mijn cakeje opeten. Oké. Okay. Ik geef alle kindjes aan kleden. Ik zelf heb weer lekker mijn onesie aan. Woehoe. Ik ben vandaag Minnie Mouse. Ik ga toch nergens heen. Boeit niet. Ik krijg daar ook visio van Jordi op bezoek. En voor de rest blijf ik gewoon lekker thuis. Ik ga niks... ja, we moeten het uitleggen. Sowieso deze kleren trek ik gewoon aan als ik naar buiten ga, hoor. Dus I don't really care. Dus als je me tegenkomt ooit en je ziet me zo lopen... Oh, dat zit zo lekker, hè. Nummer 1 is aangekleed. Nummer 2 is aangekleed.
Sammy. Sammy. Hi. Liam. Jij bent ook aangekleed, hè? Ja, ja. Ja, ja. En Jordi ook. Ja. Ze zijn lekker aangekleed. En ze willen nu wel de sokken aanhouden. Want ze kunnen daar, dat zijn al die slipsokken. Maar ik weet niet hoe dat komt, maar als we van buiten naar binnen gaan, dan willen ze geen sokken aan. Liam sowieso niet. Jordi is ook altijd een beetje mee. En Sam die wil eigenlijk nooit sokken aan, want die zat ze net al af te schapen. Maar ja, hè. Ik vind dat goed. Even vast thuis oefenen, hè. Even binnen vast oefenen. Wacht even. Ja, goed zo. En Liam doet even helpen. Sam schuiven we even naar achteren. Dan kan Jordi gewoon lopen. Je moet goed sturen, Jordi. Nee, wacht. Je was aan het lopen, hè? En daarom wil hij feitelijk niet binnenlopen. Want hij gaat continu naar zijn ijsbeelden toe. En dan doet... Hij kan gewoon in zijn achteren. En dan gaat Liam nog meelopen. Prima. Ja, het is van Jordi, hè? Nou, de fysio is geweest. De fysio die met zwangerschapsverlof was, die Jordi vanaf zijn geboorte al heeft, die is weer terug. En daar ben ik persoonlijk blij om. En we gaan nu ook flink aan de bak weer. En dat is alleen maar goed. Dus dinsdagochtend om 8 uur staat ze hier al aan de deur. En daarna gaat Jordi gewoon weer naar school. Gewoon om, in eerste instantie gewoon om te kijken wat Jordi nou kan en hoe ver hij is. En vanuit daaruit gaan we een plan van aanpak weer verder maken. Dus dat is de bedoeling. En ze hebben net fruitje gehad, wel later als normaal. Maar ja, het zij zo, je wil gewoon dingen goed regelen. Dus dan doe je dat ook. Ja, dat hebben we gedaan. Ik ben blij. Als ik had geweten dat ze was langs geweest. Dat zij was langsgekomen, had ik een cadeautje voor haar gekocht. Want ja, ze heeft natuurlijk een kleintje gehad. Maar ja, dinsdag komt ze weer. Dus dan kan ik dan ook nog iets regelen. De kindjes zijn alweer wakker. Sammy heeft alweer gedronken. Liam heeft alweer gedronken. Of tenminste, is nog steeds aan het drinken. Jordi krijgt nou drinken. En ze hebben ook chippies. En dan gaan ze dadelijk eten koken. Dus dan ja, is het weer bijna avond. Dan komt papa alweer bijna thuis. Hé hey, jongens. Vandaag eten we burrito's. Maar dan à la mama. En niet van de knor. Maar gewoon echt. Ja. Dus dat eten we vandaag. Jullie zullen je eigen ondertussen ook al afvragen hoe het nu precies met de kindjes gaat. Nou, met Sammy gaat het, afgezien van het snotteren en af en toe flink hoesten, gaat het goed. Hij is bezig met zijn tandjes en ze heeft van die hele dure type poep. Maar daar gaat het in principe wel goed mee. Liam, eigenlijk hetzelfde verhaal, heeft last van kiezen. En doet nog een beetje snotteren en af en toe een keer een kuchje. En daar gaat het dus ook wel een stuk beter mee. Ik ben ze tussendoor natuurlijk ook aan het bijvoeren, want hè... Hij is 2 maten afgevallen, 2 broekmaten. Nou, dat is niet de bedoeling. Dus hij krijgt gewoon lekkere dingetjes tussendoor van mama. En Jordi, die heeft nog steeds wel last van zijn oor. Maar hij is nu van de paracetamol af. Ik kijk gewoon heel eventjes of hij het nodig heeft, wanneer hij het nodig heeft. Gelukkig kennen we hem goed genoeg. Dus weten we in principe wanneer hij last heeft en wanneer niet. Dus wat dat betreft moet ik zeggen, nou, het gaat eigenlijk al oké. En qua poeperij is Jordi weer een beetje zichzelf. In de zin van, hij heeft buikpijn. Maar ja, het is de manager momenteel. Ik weet natuurlijk niet hoe het morgen is, maar vandaag is het de manager. Ik ben dus aan het koken en ik kan hier nooit in mijn uppie staan om te koken. Er is hier altijd wel iemand in mijn buurt. Is het Niels niet of Joeg niet? Dan is het
Sam, hallo. Kom je bij mama kijken? Hè? Je bij mama kijken. Kijk, daar komt de andere rat ook aan. Sam geven. Doe maar Sam. Doe maar Sammy geven. Alsjeblieft, Sam. Dat is lief. Yay, goed zo. Kindje ligt op bed. Gelukkig. Wij gaan nog even huishoudelijke dingetjes doen. Maar we gaan ook bij deze ups en dan afsluiten, want ja, we gaan niks meer filmen. Nee. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.